Martin Hoebe, welkom. Ja. De Hoebesteingroep. Dankjewel. Ja. U heeft 50.000 varkens. Die houdt u op 4 verschillende locaties. Ja. Wat staat er op uw visitekaartje? Wat bent u? Ik ben directeur van de Hoebesteingroep. Ah ja, niet varkenshouder. En dat houdt in dat ik het bedrijf aanstuur. En ik kom regelmatig in de stallen. We hebben naast varkens ook nog biogas, dus we maken ook nog duurzame energie. En dat is mijn hoofdverantwoordelijkheid. En dan ben je eigenlijk meer directeur van zo'n grote groep als de Hoebesteingroep en dat varkenshouden. Want daar bent u wel mee begonnen, met enkel varkens, toen u het bedrijf overnam. Ja, wij doen dat met 35 mensen. Ja. En iemand moet de baas zijn en dat ben ik. Nou, dat is helder. Ja. Goed, u maakt zich druk voor dat nieuw gemengd bedrijf. Dat zal er komen als het aan u ligt, binnen niet al te lange tijd. Leg ons eens even duidelijk uit, waaruit bestaat dat nieuwe gemengd bedrijf? Ja, het nieuwe gemengd bedrijf bestaat uit 3 compartimenten. Ja. Ze liggen niet bij elkaar. Veel mensen denken dat het tegen elkaar aan ligt, maar dat is niet. Je hebt, op de eerste plaats heb je het varkensbedrijf. Ja. En 30.000 varkens? 30.000 varkens, dus biggetjes, zeugen en vleesvarkens. Ja. En die zijn allemaal gelijkvloers of die zijn in een verhoging? Dat is net als bij een woonhuis. Je hebt de begane grond, eerste verdieping. En de zolder waar de luchtbehandeling plaatsvindt. Dus de dieren staan op de begane grond en de eerste verdieping? Ja, ja, precies. Dat is het stuk varkens? Ja, dan heb je daarnaast een kippenbedrijf. Ja. Waar vleeskuikens gehouden worden met een slachterij. Ja. En het derde... 1,1 miljoen kippen, hè? Ja, 1,1 miljoen kippen. Ja. En het derde aspect is de bio-energiecentrale. Waar de mest van de kippen en de varkens bij elkaar komen. Daar wordt duurzame energie gemaakt. Mm-hmm. En energie gaat terug naar de varkens- en kippenbedrijf en wordt verkocht op het net. Op het net. Nu, waarom die maat? Is dit een economische ideale maat? 30.000 varkens en 1,1 miljoen kippen? Ja, we hebben die maat die hebben we inderdaad geoptimaliseerd vanuit de bio-energiecentrale. Ja. Dus om goed partij te kunnen zijn in de markt met het maken van duurzame energie en het maken van kunstmestvervangers. Ja. En het kippenbedrijf is afgestemd op de slachterij, mm-hmm. want er worden ook kippen geslacht. Ja. Ja. En het varkensbedrijf is gebaseerd op een opzet van 3 sub-eenheden, van 3 kleine varkensbedrijven, waarin je met een kleine groep mensen werkt. Ja. Maar nu, u heeft al 50.000 varkens, hè? Gaat u die dan allemaal verhuizen naar die locatie of die houdt u op die verschillende locaties? Het zijn de zogenaamde megastallen al, waar ik het zojuist over had met mijn gast. En dan heeft u de varkens bij dadelijk? Nee. Dat is, voor de Hoebesteingroep is dat een uitbreiding. Mm-hmm. Ik doe dat ook niet alleen. Die, bij Heideveld, bij het nieuwe gemengd bedrijf, ik doe dat met een collega. Ja. Die reeds daar varkens heeft. Ja. En zijn bedrijf wordt omgezet in Heideveld onder het nieuwe gemengd bedrijf. Maar er komen ook varkens bij uiteindelijk? Ja, dus de zeugen komen erbij. Ja. Want u kan varkensrechten krijgen omdat u die bio-energiecentrale erbij heeft. Ja, dat klopt, daar hebt u gelijk in. In Nederland is het zo dat je niet meer varkens mag houden dan dat er varkensrechten zijn. Ja. Dat is gebaseerd. Dat zit hartstikke op slot, eigenlijk. Dat is gebaseerd op de milieuwetgeving, ja. omdat Nederland al voldoende mest is. Mm-hmm. Maar in het verleden was het zo dat indien je kunt zorgen voor een systeem dat de mest naar het buitenland gaat, in ons geval naar Duitsland, dan mag je meer varkens houden. Ja, en daar maken we gebruik van. En daar maakt u gretig gebruik van dan? Ja, gretig. Op die manier komen er 10.000 varkens bij. Wat drijft u? Wat drijft u om zo'n groot bedrijf te willen opzetten? Dat is het begint bij een droom. Wij hebben nu de Hoebesteingroep. Ja. Daar houden we op een duurzame manier bij varkens. En het kan in mijn ogen nog duurzamer. En zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van duurzame energie, dan heb je een bepaalde schaalgrootte nodig om dat te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat vind ik een droom een ondernemersdroom. Met de realiteit. Maar waar houdt dit op? Waar is het een keer genoeg? Ja, wij zijn hier nu al een aantal jaren mee bezig. Ja. Voor ons is dit, houd het daarbij op, dus 2500 zeugen met bijbehorende biggen en vleesvarkens. Ja. Wat we daarna gaan doen, zien we dan wel weer. Ja. En ik zeg altijd van een gezonde sector, dat geldt ook voor de varkenshouderij, is een sector die dynamisch is. Daar heb je groot en klein, jong en oud. Ja. Maar weet u, de tegenstanders van u, die gebruiken exact dezelfde argumenten als die u gebruikt. U zegt, ik zorg voor dierenwelzijn en zij zeggen, je hebt het helemaal niet meer over dierenwelzijn. Ja. Want u neemt risico's in een maat die we nog helemaal niet kennen in Nederland. Niemand is nog zo groot. Dus de gevolgen zijn ook gigantisch als het fout gaat.
Maar we hebben ook nog geen data. De man uit Wageningen zojuist ook, die zei dat is eigenlijk nog niks bekend. Ja, op zeker. Heel veel aspecten over zo'n groot bedrijf, want we kennen het nog niet. En toch wilt u het doen. Ja. Bij Heideveld wordt inderdaad ook aandacht gegeven aan welzijn. De varkens ja. die hebben meer welzijn dan het gemiddelde varkensbedrijf. Ja. Het grote pluspunt van Nieuwgemengd Bedrijf is duurzaamheid. Ja. Maar dat is niet nog met objectieve gegevens te bevestigen. Er is nog geen echt onderzoek om te zeggen dat is zo. Kijk, onze manier van varkenshouden die verschilt niet anders dan zoals we nu doen. Alleen met innovaties op het gebied van welzijn en duurzaamheid. We hebben dadelijk 50% minder CO2 per varken als in een biologische varkenshouderij. Ja. En dat is die aaneenschakeling van die bedrijven, die gaat dat verzorgen. En in Nederland kennen we deze grote bedrijven nog niet. Wel bedrijven die in de buurt komen, maar die schaalgrootte nog niet. Ja. Maar bent u het met me eens dat er gegevens over zouden moeten zijn? Ja. Dat je die discussie dan beter kan voeren? Ja, net werd gesproken over een leionderzoek. Ja. En ik pleit er ook voor om dat inderdaad door te trekken naar ons type bedrijven. Want dan zal ons bedrijfsplan zal bevestigd worden als zijnde een zeer duurzame verhaal. Nu, de provincie en de gemeente die leggen u volgens nog niet veel in de weg. Burgers daarentegen zijn weer nieuwe initiatieven gestart, want ze willen u niet daar. Hè? Daar zijn ze helder in. Ja. Wat denkt u nou? Gaat het er komen of niet? Dat u generaliseert nu een beetje. U hebt het over de burgers, maar er is een klein groepje burgers die fanatiek tegenstander is en blijft. Daar ben ik mij bewust van. Mm-hmm. Wat zou u ze willen zeggen? Die groep tegenstanders. Ga voor een duurzame sector. Ja. Wij zorgen ervoor dat in landbouwontwikkelingsgebieden, dat daar komen dus varkens te zitten. En dat betekent dat andere plaatsen in Nederland de varkens en kippen weggaan. Mm-hmm. Dus je krijgt concentratie. Ja. En door die concentratie krijg je duurzaamheid. En gezien de ontwikkeling in Nederland, in Europa, in de wereld, dat duurzaamheid een must is. Mm-hmm. Er wordt steeds meer vlees gegeten. En we zullen dat op een duurzame manier moeten doen. Met meer welzijn. En wij doen dat. Ja. Wij doen dat. Het komt er, denkt u? Dat komt er, ja. Ja. Gaan we nu vis eten? Ja, dank u wel. Iets heel anders. Ja? Ja? Gaat u met me mee naar René Brine? Ja. Ja, want het is wel een ingewikkelde discussie. Ja, dat is veel emoties. Ja, veel op emoties gebaseerd. Wat goed dat jij dit wist en dacht van we gaan vis eten. Ja, precies. Dan praten we niet over... Jammer dat het geen lekker stukje varkensvlees is. Ja, maar dat maakt René ook heel vaak en heel goed. Ja, dat klopt. Dat mogen we wel eens ervaren. Ja, natuurlijk. Reuze dank voor je komst. René, dank je wel. Graag gedaan. Snoep er lekker van. Het ziet er weer heel mooi uit. De kleuren ook. Het voorjaar lacht je helemaal toe. Ja, groentetuintje. Dank je wel. Asperges. Nou, nu nemen we toch echt afscheid van hier die veredelingskassen van Nunum. Met een mooie bord in de hand en een glas. Ik hoop dat u er volgende week weer bij bent. En dan zijn we bij De Locht. De Locht, Aspergemuseum. Ik hoop dat u daarbij bent. Graag tot volgende week. Dag. Nou, de witte asperges. De witte? Gezondheid. Ja, gezondheid. Proost. Ja, ga ik dus. Ja. Ja.